Hallo Carolien! Hallo! Hallo! Ja, prachtig. Oh, hij staat jou heel goed. Ik wou net zeggen, ik zou helemaal kaart gaan. Hou je bril maar op. Jij kent Finn wel, hè? Heel veel geluk en toe. Hi. Film je al? Ja, ik film al. Hoi. Hoi, joh. Hallo. Hi. Hi. Dit alleen al is een heel mooi beeld. Hey, Finn, ken je die? Ken je Vincent? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Uiteraard. Oké, okay, een filmpje of een foto? Een filmpje. Oh. Love is in the air. Ja, oh, heel goed, heel goed. Waarom heb je zo'n ding op je kop? Omdat ik net zo Vincent wilde lijken. Oh. Altijd mijn grote voorbeeld. Ja, joh. Een soort van eventjes onze grote vriend Vinnie nadoen. Hoi Bram. Hoi. Oh, hoi. Ken je Vincent nog een beetje? Ja. Hé, hey, die leuke vrolijke gozer, die gaat trouwen. Het is wat, hè? Ja. Ja, leuk. Ja? Ik wil seks met die kale. Gefeliciteerd, Vin. Net echt, toch? Een beetje zo. Prachtig. Ja, zo, nou, graag, zo mag ik onder. Hey, als jij nou aan Finn denkt, waar denk je dan aan? Kaal. Aan kaal. Kale heel... koppen, niet te stoppen. Hè? Onder het eten met Jut Alfa, gekke grappen met Erik en gewoon heel erg veel lol. Als ik aan Vincent denk, dan denk ik aan FIFA spelen en dat we altijd konden komen wanneer we wouden. Ik heb hem altijd wel als, in het begin heel erg als geestelijk vader gezien. Oké. Okay. Iemand waar ik in de beginperiode van mijn christen zijn echt heel veel aan had. Ook toen het minder ging. Wat was Finn dan meestal aan het doen? Ja, meestal zat hij op de bank van ja, spontane jongen. Yeah. En die voor anderen klaarstaat. Ook mee praten. Aan een bidder. Aan een bidder? Koffie. Koffie? Ja, wel, ja. Maar niet alleen de koffie zelf, maar ook de energie en, ja, en die blijdschap die het brengt, dat een beetje. Ja, ik vind die periode van hem zijn interesse in mensen. Je kijkt er wel heel moeilijk bij. Ja, dat is ook, dat die periode vind ook. Moeilijk kijken. Dus daarom denk ik dat ik, als ik aan hem denk, dat ik dan ook wat moeilijk ga kijken dat ik normaal zou doen. Maar het is altijd wel heel goed bedoeld. En dat denk ik ook wel echt Finn. Hij had altijd een woord of zo en dat was iets van Helga of zo. Een of andere naam en dat zei hij dan altijd. Ja, ik weet niet meer wat het was. Helma of zo, Wilma. Nou, iets zei hij altijd Wilma of zo. Een of andere naam. Ja, dat is heel maf. En ja, hij is wel lekker een maf Kees. Ik denk aan gezelligheid. Ik denk aan vriendschap. En ik denk aan liefde. Ah, cool. Ik heb niet zoveel nodig. Staat jou gauw goed, hè? Ja, dat klopt. Je ziet verschil toch niet? Zou jij Vincent een tip willen geven? Ja, oh, die oren, prachtig. Een tip willen geven voor het huwelijk? Zo. Ja. Dat is een gevaarlijke. Ja. Teken nooit je trouwzooi, ding. Je zit van je rest weer leven vast. Ja. Zorg dat je jezelf blijft. Doe het huishouden, word er vrouw blij van. En ja, wat nog meer. Voor de rest weet ik niks. Hoe kun je jezelf blijven? Door uit te gaan van je eigen krachten en mogelijkheden. En niet je afhankelijk op te stellen van de vrouw. Maar juist de vrouw gebruiken ter verrijking. En andersom natuurlijk dus ook. Hè? Dus dat geldt wederzijds. Waardoor je elkaar verrijkt. Maar niet dus de dingen beknot die je zelf eigenlijk heel goed kan. En bij de McDonald's solliciteren naast de trouwdag. Want dan kom ik een hamburger eten of zo. Koopsokken. Ik bedoel, niet op blote voet. Ik denk dat dat niet goed is. Nee. Sokken ah, Vincent, luister vriend. Volg je hart. Dat is altijd goed. En zorg dat je altijd ja, toch een beetje je vrouw een beetje naar zin maakt. He, dus af en toe voor te koken en een bloemetje mee te nemen. Dat zijn allemaal die standaard dingen, dat weet je allemaal wel. Maar bovenal, wees een priester in het gezin. Dat vind ik veel belangrijker. Dat je daarin mag voorgaan om God te dienen. Dat is, ja, dat is wel een kenmerk van een echte man in mijn beleving. Hou God echt als je basis. Zonder God heb je geen houvast. Ja, hij moet goed luisteren naar zijn vrouw. Ja? Altijd doen wat ze zegt. Ja.
Is dat belangrijk? Heel belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Nou, als je niet luistert naar je vrouw, dan gaat het altijd fout. Vrouwen hebben altijd gelijk. Weet je hoe ze vrouw heet? Margreet. Margreet. Ja, dat weet ik. Dat is Margreet. Zeg maar hoi tegen Margreet. Hallo Margreet. Ja, je kinderen zou wel leuk zijn als ze wel haar hebben. Hoeft ook weer niet zo lang te zijn zoals het vroeger was. Maar... Doen. Goed slapen. Altijd blijven praten. Oké. Als je stopt met praten, dan gaat het de vierde kant op. Dus goed blijven praten. Goed. Ja, dat schijnt dus. Je moet altijd luisteren. Geen tips geven, gewoon luisteren. Dat is heel belangrijk. Ja, maar eigenlijk moet je gewoon je vrouw altijd gelijk geven. Dat is het belangrijkste. Ik schat me zo. Beter kaal dan haar in je mond. Al te veel veranderen. Hij mag niet te saai worden. En, gewoon heel veel plezier maken met z'n tweeën. Gewoon ja. Dat hij er hartstikke van moet genieten. Cool. Hi Vin. Finias. Hi Margreet. Hallo. Hallo. Hoi. Hoe is die? Ik denk dat het wel goed met ze gaat. Hè? Hè? Oké. Finn, ik wil jou en Margreet het allerbeste toewensen. Ik hoop dat jullie door je aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen mag toegroeien naar hem die het hoofd is. En geniet daarvan. Dan ben je weer lekker langdradig. Ja, nou jij. Oh, wat kan je dat goed. Ik ben benieuwd hoe kort jij Finn en Margreet, jullie zijn geweldig. En God zegen in jullie huwelijk. En ik hoop dat jullie... alles uithalen wat erin zit. En dat jullie... Doei. Doei, fijne avond. Doei, dag. Doei, tot snel. Doei. Mwah. Dag. Doei. 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 Ik ga niet zwaaien, ik ga naar de kerkdienst. Dus tot volgende week. Wij komen. Ja, Vincent, ik hoop dat je echt een geweldige trouwerij mag hebben. En, en ik ben heel erg trots op je. Cool. Nou, zwaai nog even. Doei! Doei.